van de zwaan en van mama. Ben ik het allerleukste. Ik hou van mama. Good life. De familievloggers met Ruben en Melanie en de leukste drieling van Nederland, Jason, Jalicia en Jaden. Good life. Hallo. We weten niet waar we vandaag heen gaan. Nee, we gaan vandaag terug in de tijd. Zullen we naar de tijdmachine gaan? Ja. Kom, we gaan naar de tijdmachine. Ja. Mama zit al in de tijdmachine. Kom, stap maar in de tijdmachine, jongens. Is dit toch een tijdmachine? Nee, moet jij eens opletten. We gaan terug in de tijd. Wat is een auto? Doe even een spelletje mee, joh. Kom, we gaan in de tijdmachine. Welkom mensen in Grootmoeders Tijd. En Wim. Ja. En dan storen ze kermis. Papa, weet je hoe groot ik heb van de zon? Oh, heb je last van de zon? Ja, dat had je vroeger ook al, hè? Papa, daar zijn wij niet in. Daar gaan we wel in. Nee, daar zijn we gedaan. Weet je wat het is? Wat is het? Het is Jason. Ik denk dat je het heel leuk gaat vinden. Ja, dat ga je heel leuk vinden. Kom, we gaan erin. Vingers in de bocht, die meiden. Kan je dingen bijten? Nee, die bijten niet. Ze kunnen bijten, jawel. Ze kunnen bijten. Die hebben heel kleine mondjes. Ja, met hele scherpe tijntjes. Die kan bijten. Wat is dat? Dadelijk wel wat er binnen was. Het was leuk. Vond je het leuk? Ja. Wat moest je doen dan? Een paardje nadoen. Moest je een paardje nadoen? Ja, we werden een beetje de
de balie genomen, hè? Ik moest een paardje naspelen, hè? En rondjes lopen. Vonden jullie het leuk? Nee, hè? Dames en heren, een klein bommel. Zoiets heeft u nog nooit gezien. Stelt u zich eens voor. Een beeldschone jonge dame die voor uw eigen ogen zal transformeren in een liefdesgevaarlijke gorilla. Dames en heren, het is een unicum in deze wereld. Een metamorfose in de puurste zin van het woord. Een transformatie, dames en heren. Of beter gezegd, een transfiguratie, zoals u nog nooit heeft gezien. Dames en heren, ik ga u voorstellen aan een beeldschone jonge dame. Ik vond haar ver van hier. Die bende komt voor deze jungle, kocht ik haar van het opperstamhof, om haar aan u te kunnen tonen. Ontvangt u haar met een warm applaus. Show Coney Island, de grootste abnormaliteitenshow ter wereld, presenteren wij u Arabella, het meisje zonder onderliggen. De entreeprijs, daar hoeft u het niet voor te laten, want het is net als alle kijkattracties hier, gratis entree, mede dankzij de gemeente Sittard. Dames en heren, het is de laatste voorstelling van vanmiddag. Mocht u deze voorstelling willen gaan zien, gaan meemaken, dan bent u nu van harte uitgenodigd onze voorstelling te gaan zien. We gaan een laatste waarschuwing bij muziek geven en het is aanvang ter voorstelling. Paradox. Zoals u ziet, dames en heren, een levend meisje van vlees en bloed gelijk bij allen. Tijdens een tragisch ongeval heeft zij helaas het hoofd verloren, maar dankzij de medische wetenschap als mede haar enorme wilskracht heeft zij het leven weten te behouden. Waar is het hoofd dan? Haar voeding, mocht u zich wel afvragen, is geduurd door kostbare vloeistoffen en wel op deze manier. Zou het een pop zijn, Tricia?
Dames en heren, om te laten zien en te overtuigen dat zij werkelijk een meisje is van vlees en bloed gelijk bij allen, zal mijn collega de luchttoevoer iets gaan miniseren. Let u op het krampachtig samentrekken der spieren. Je ziet het, dames en heren, een levend meisje voor u op het scherm. Tot zover Paradox. Dank u wel. Dan gaat omhoog en dan lijkt het net alsof ze zweeft. En hebben ze achter hebben ze dus een inham gemaakt, waardoor je als je de hoepel eromheen doet, twee keer, dan lijkt het net alsof ze vliegt. En in de vloer zit dan een knopje omhoog en omlaag. Ja, kun je allemaal vinden op het internet, jong. Kom, we gaan door. De ouderwetse keekbal. Machine open, jongens, kom instappen. Dan kunnen we weer terug naar onze eigen tijd. Ja, onze met onze tijdmachine. Yes, inderdaad, stap maar in. Welkom hier in onze eigen tijd, jongens. Stapt u uit. En dan gaan we lekker naar bed. Goed je tanden poetsen, hè, Dines? Ja. En deze is al helemaal klaar. En hoe vond jij de kerst ervoor? Leuk. Ja, wat vond jij het leukste? Nou, de... Je had het weer gezien. Nou. Ik geef jullie een kans. Ik geef jullie een tip. Een tip. Het gaat hoog en het gaat zo op en neer. De rupsbaan. Nee. De schommel. Ja! Nee, jij ging wel heel goed op de schommel, hè? Ja. En hoe vond je dan de show met die gorilla? Oh, die vond ik een beetje eng. Ja, vond je die een beetje eng? Ja, ik dacht dat het een echte gorilla was. Nee. Weet je hoe ze dat doen? Ze zetten een vrouwtje helemaal achterin. Oh, dan doet hij het licht. Dan gaat hij naar de verkleedkamer van zijn gorilla. En dan gaat hij weer hetzelfde plek waar dan die schoon te staan was. En inderdaad. Toen was die bam. Niet helemaal. Ze hebben twee mensen. Eentje zie je niet, die is de aap. Die blijft gewoon verkleed. Vrouwtje gaat achterin, staat licht gaat uit. De andere persoon gaat snel in beeld. Dat was de gorilla. En dat vrouwtje loopt snel weg in het donker. En zo doen ze het wisselen. En dan lijkt het net alsof ze dan getransformeerd werd tot een aapie. En die liep naar voren en die maakt jullie een beetje bang. Ik was niet bang. Nee, jij was niet bang. Nou, het was helaas te druk daarbinnen om te filmen. Heel veel mensen. Ja, maar bij de laatste show mocht je echt niet filmen. Nee.
Klopt. Dat is wel jammer. Ja, goed. Maar het stormetje eng. Dus maar echt de laatste was echt eng. Ja, de laatste echt eng. Ja. Ga je niet s'nachts ervan dromen, enge dromen? Oeh, ik had wel eens een enge droom gehad. Nou, als ik in de ruimteschip was, toen mocht ik niet van mama naar onder. Toen zei ik, mag je wel naar onder? Toen zei ik stiekem ja, toen zei ik ja. En dan ging ik zo naar onder springen, wel teruggaan. En dan blijf ik gewoon naar beneden zweven. Toen was ik al in de wolk aangekomen en meteen had ik een, toen was ik op de dak gesprongen. Oeh. En toen werd je wakker. En dood. Oh, en dood. Oeh. Ja. Dat zijn geen leuke dromen, jong. Nee, en dan was ik wakker geworden, wou. Toen ging ik met mama en papa slapen, weet je. En dan mocht je natuurlijk slapen. Ja. Omdat je een hele lieve papa hebt, hè. Ja. En als ik daar licht kom, dan gaat de droom gewoon weggegooid in de prullenbak. Inderdaad, dan is alles voorbij. Nou, ik ga je broertje en zusje een kusje geven. Zeg jij een gedag tegen de kijkertjes? Dag. Zo, en hoe vond jij de kermis van vroeger? Lekker. Wat vond jij het leukste? Ik vond het leukste. Wat heb ik ook alweer gedaan vandaag, papa? Nou, we zijn naar de kermis geweest. Je bent in de schommeltjes ben je geweest. In de zweefmolen. Je nog een keer in de zweefmolen. Was de andere zweefmolen. Je bent in de bootjesmolen ben je geweest. Kun je dat allemaal herinneren? We zijn geweest kijken naar de gorilla. Weet je dat nog? Met die grote aap. Dat was leuk, hè? Gorilla. Ja. En je hebt gespeeld als paardje. Moest je paardje zijn. Dat hebben de mensen niet kunnen zien omdat we dat niet mochten filmen. Je hebt een vrouw gezien zonder hoofd. Ja. Die hoofd zit er in die dingetje. Mm-hmm. We zijn door de cakewalk heen gelopen. Cakewalk. Over die bruggetjes. We hebben weer zoveel gedaan vandaag. Bruggetjes? Ja, die zo op en neer gingen. Oh ja, ook nog. Nou ja, geef een kusje. Mm-hmm. Welterusten. Jalicia, hoe vond jij de kermis van vroeger? En waarom kun je de motortje de muur langs de muur aanrijden? Maar die was dicht. Ja, die hebben we niet gezien. Die was al dicht. Ja, ik weet niet waarom. We waren blijkbaar te laat. Ik had wel verwacht dat ze tot 10 uur vanavond open waren. Maar om 5 uur gingen ze al afbreken om 6 uur. Dat is veel te vroeg. Jammer, hè? Want dat was het meest spectaculaire om te zien. Ik hoop dat we dan nog eens een keertje tegen kunnen komen. Want het is ouderwets vermaak. Dat zie je niet meer zo vaak. Ik vond die bonne muizen leuk. Oh ja, de muizenstad. Hè? Daar zijn we ook in geweest. Van de muizen en van de rotsbaan. Ja. En van de rotsbaan en van mama. Ben ik ik hou van mama. Hou jij van mama? Oh, schatje. En mijn mama houdt ook heel veel van jou. Ik hou ook van papa. Hou toch wel. Ook van papa, allebei. Hou je ook van de kijkertjes? Ik hou ook van mama. Hou je ook van mama? Ik hou van papa en van mama. Ja, wow. En jullie zijn mama en Jason. Ja, schat. Je houdt ook van iedereen, hè? Ja. Nou, Jalicia, gaan we afsluiten. Vond je dit een leuke video? Ik ben nog niet klaar om te vertellen. Nou, vertel nog maar wat dan. Ik vind van die zwaan en van de rustbaan en van de schommel en... Alles vind je leuk. Ja, daarom. Dus we gaan afsluiten, want het wordt een hele lange video. Dus vond je dit een leuke video? Deel een likeje, geef de belletje, kijk je allemaal. Deel een like, dat tot ziens. Doei! Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!